Hallo jongens en meiden. Aardrijkskunde is overal, dus ook hier langs de grote rivieren in Nederland. En ik vind hier het strand tot mooie steentjes en vooral een heleboel zand. En vandaag is het doel dat jullie straks weten welke weg deze steentjes hebben afgelegd voordat het hier terecht kwam. En voor het verhaal van dit steentje en al het zand om me heen moeten we een eind stroomopwaarts de bergen in. De Alpen, de bergen, die bestaan uit steen. En door de afwisseling van koude en warmte gaan we de stenen elke keer een klein beetje uitzetten en een klein beetje krimpen. En als dat honderden jaren achter elkaar gebeurt, dan komen er kleine stukjes vanaf. Je kunt hier goed zien dat de steen langzamerhand uit elkaar gaat. Het zijn losse stukjes geworden, een soort van schilfertjes. En ze zijn ook heel scherp. We zullen later zien dat wanneer ze door transport naar beneden zijn gegaan en via een rivier in lager gelegen gebieden zijn gekomen, dat ze dan afgerond zijn. Maar boven in de bergen, als er net verwering heeft plaatsgevonden, is het dus nog heel hoekig en heel scherp. Kijk, je kunt zien, ik weet niet of ik nog los kan breken hier. Maar kijk, deze stukken kan ik eraf halen. Het verweringsmateriaal dat loskomt op de hellingen, kan door de zwaartekracht naar beneden worden getransporteerd. Je kunt dit hier mooi zien. Onderaan zie je de lichtere kleur. Dat is het losse verweringsmateriaal. Dat vormt een puinhelling onderaan deze berg. Dus de transporteur is hier de zwaartekracht. Later kan door een neerslag, dat kan door sneeuw zijn of regen, kan het verweringsmateriaal verder meegenomen worden naar beneden, naar de beekjes en het later in de rivieren terechtkomen. Nadat het verweringsmateriaal in het stroompje is gevallen, wordt het meegenomen door het water. Nou, het is nu hoog zomer, het is een tijd droog geweest, er staat weinig water in. Maar zelfs nu is de kracht van het water nog redelijk aanwezig. Maar je kunt je voorstellen dat in het voorjaar, wanneer het sneeuw gaat smelten, dan wordt het een grote bulderende, kolkende massa en worden al die stenen meegenomen. We zitten nu in de bovenloop en die stenen worden dan meegenomen naar de benedenloop. Er vindt dan ook erosie plaats, dat wil zeggen dat elke keer een stukje van de bodem wordt afgesleten. Het is vooral verticale erosie, dus de rivier die gaat vooral de diepte in. En maakt zo dalen. Als we even terugkomen op het verweringsmateriaal, dan kun je zien dat de stenen die hier liggen, die zijn al een beetje afgerond. Ze zijn dus al meegenomen door de rivier, ze rollen over de bodem heen met het water mee. En de scherpe hoekjes zijn er al vanaf. En in de loop van het transport naar de middenloop en benedenloop, zullen dus de stenen of het verweringsmateriaal steeds ronder worden. Via de middenloop komt de rivier aan in de benedenloop. In de benedenloop stroomt de rivier traag verder, omdat het verval hier klein is. Dat wil zeggen dat de rivier niet meer zo sterk daalt. Hierdoor vindt de erosie plaats vooral horizontaal. Oftewel horizontale erosie. De rivier die gaat in de breedte langzaam zijn weg zoeken richting zee. Hij maakt hierbij grote bochten. Die bochten noemen we meanders. Dus de rivier meandert richting de zee in de benedenloop. Omdat de rivier in de benedenloop langzamer stroomt, krijgt het sediment, dus het grind, het zand en het klei, de kans om te sedimenteren. Je kunt dat hier goed zien, op een strandje aan de Waal, om me heen ligt allemaal zand. Maar je vindt hier ook klei. Klei is nog kleiner dan zand. En je kunt het zien, het is een beetje prutterig. Klei zijn allemaal hele kleine kleiplaatjes en dus nog veel kleiner dan zand. Ik zal het nog in één keer samenvatten. Kom maar mee. Hier zie je een kleine maquette van de bovenloop, de middenloop en de benedenloop. Hier zie je de bovenloop, die eindigt ongeveer hier. Dan wordt iets minder steil de middenloop en het laatste stukje is dan de benedenloop. We hebben net in het filmpje gezien dat boven in de bergen de stenen kapot gingen. Dat was verwering. Dat vond plaats door invloed van warm en kou. Het gesteente viel vervolgens in de rivier, werd meegenomen en daardoor vond de erosie plaats. Het water sleet elke keer een stukje van de bodem weg. Er was vooral verticale erosie, dus de diepte in. Komen we in de middenloop, dan gaat het al wat langzamer stromen. En omdat de rivier wat langzamer stroomt, kan het grote sediment sedimenteren. Dus de grote kiezels, die kunnen hier al naar beneden vallen. En hoe verder we komen in de rivier, hoe langzamer die gaat stromen. En als de rivier langzamer gaat stromen, kan ook het kleine sediment sedimenteren. Dus hier zie je al wat grind die valt. En in de benedenloop is uiteindelijk het fijne zand dat ook kan sedimenteren. Als allerlaatste, en dat is vooral bij overstromingen van rivieren, kan ook de klei naar de bodem zakken.